meegenomen in het corso. U zag het al, ook oud. En jong heb ik het ook over jou, Maxime. Want ieder jaar tref ik jou hier op de Corso Boulevard. Dan geven we elkaar even een high five. En dan zeg je, Marcia, ik ben er weer. Dan ben ik er ook weer. Vaste prik, waar zat je vandaag? Ik zat daar zo op de tribune. En heb ook lekker meegekeken. Dus nou, weer leuk corso natuurlijk. Wat vond je ervan dit jaar? Want behalve leuk, wordt er natuurlijk wel heel goed nagedacht over werpen. Wat viel op? Wat vond je minder? Nou, ik had wel door dat er heel veel wagens bij zaten die beweging erin hadden. En dat vond ik ook wel leuk. Maar stilstaande beelden is ook niet slecht. Ja, dus, ja. Wat heb je liever? Ik denk wel meer beweging. Ja, dat vind ik wel leuk. Ja. Ja. Jij bent ook onderdeel van buurtschap Schijf. Charlatan, heb je daar aan meegewerkt? Ja, ik heb daar zeker aan meegeholpen. En ook tikken. Dus dat was heel leuk de laatste paar dagen. Laat je vingers eens zien. Ja, er zit nog wel wat op inderdaad. We zijn nog niet schoon. Dat zijn werkhanden, dat is heel goed. Ja. Hey, als jij nou hier de baas van de jury was, dat jij die bokaal mocht geven, naar wie gaat die dan? Nou, ik vond Klees aan de zijkant vond ik wel vet. Maar ik dacht ook van, die van Stuyvesant, die vond ik ook heel vet. En ik zat echt te twijfelen net. Ik dacht van, nou, ik wist nog niet echt welke nou echt ging winnen. Dus, Maar niet die van Schijf dan? Nou, die had ik zelf op de derde plek, dus dat is ook wel hoog, vind ik. Dat vind ik dan kritisch naar zijn buurtschap, dat vind ik netjes, Maxime. Goed, Kleinzunderse heikant, zeg jij. Ja, dat, dat denk ik, ja. We moeten nog even afwachten, jongen. Klopt, en we gaan zo daar ook nog even lekker kijken naar de wagen. Frietje eten, zag ik, dus dan ga jij dat lekker doen. Dan zien we elkaar vast later nog. Is goed. Of tot volgend jaar. Ja, tot volgend jaar, sowieso. Ja, gesproken dan. Oké, dankjewel. Goed, Maxime, ja, die gaat toch voor Kleinzunderse heikant.